Heel slecht. De markt in Bunge vind ik erg terug uitgegaan. Ja, er staat toch niks. Nou staat de kaasboer daar, normaal staat de visboer daar. En kleren. En verder staat er niks. Knopen en garen en toestanden, nou die hebben we hier niet meer. Je moet naar Ewijk, waar vroeger een mevrouw gezeten heeft die hier gewoond heeft. En anders moet je naar Nijmegen om als je iets wilt hebben van apart garen of knopen of weet ik veel wat er dan allemaal. Maar die is hier nergens. En er was vroeger hier een kraam. En dat was prima. Die man die zette ook ritsen in en van alles. Nou, ik was er echt blij mee, maar het is allemaal weg. Stonden er ooit nog een stuk of 25 marktkraampjes verspreid over het centrum van Beuningen? Nu is het nog maar een handjevol. Ook de kaasboer en omliggende horecaondernemers zien de markt kleiner en kleiner worden. De markt is natuurlijk wel kleiner geworden en wat overal gebeurt. Het gebeurt natuurlijk niet alleen in Beuningen, maar als je hier rondkijkt, dus plaatsen hieromheen, zie je het ook gebeuren, maar ook aan het winkelaanbod. Kijk, je hebt niet voor niks leegstand in winkels, dan krijg je dat op een gegeven moment ook op de markt. En uiteindelijk blijven mensen weg, kooplieden weg, totdat er te weinig gekocht wordt. En dat komt natuurlijk omdat een hoop mensen ook werken op dinsdagochtend. Op dinsdag is niet echt een boodschappenochtend voor iedereen. En dat was 30 jaar geleden, stonden hier misschien 25 kramen. Toen was het heel anders. Gingen die huisvrouwen op dinsdagochtend nog boodschappen doen. Nu moeten ze allemaal werken. Ja. Anders kunnen ze de hypotheek niet betalen. Minder mensen op de markt betekent ook minder mensen overdag op het terras. 13 jaar geleden was het op dinsdag echt wel een piek in de ochtend. Stonden we echt met 2, 3 mensen stonden we gewoon het terras te doen. Dus dat is nu minder. Dat is jammer, ja. Toch maakt de kaasboer zich geen zorgen om zijn eigen marktkraam. Als ik de kost niet zou verdienen, zou ik heerlijk in mijn bed blijven liggen als het niet goed zou gaan. Want als iemand de kost hier kan verdienen, blijft die staan. Dat is hetzelfde aan ons. En nu, de visboer is er niet, maar die blijft ook komen. Omdat hij wat kan verdienen. We moeten actief blijven en blijven onderscheiden. En die mevrouw zegt het al, het is niet te eten. Dus we doen ons best.